In deze video gaan we tappen op teleurstelling. Dus begin bij je karate slagpunt en zeg, maar, zeg na wat ik, wat ik zeg. Maar als er uh, woorden bij je opkomen of zinnen bij je opkomen die jou beter passen, uh, zeg dat dan. Hè? Want alles wat jij uh, benoemt, wat meer met jou resoneert, ja, dan werkt EFT natuurlijk ook beter. Op je karate slagpunt. Adem even diep in. En blaas uit. Ondanks dat ik zo teleurgesteld ben, hou ik onvoorwaardelijk van mezelf. Ondanks dat ik ongelooflijk teleurgesteld ben. Ik had zoveel meer verwacht. Hou ik onvoorwaardelijk van mezelf. Ondanks dat ik teleurgesteld ben. Die beloftes die maar gedaan worden en niet nagekomen. Ik hou onvoorwaardelijk van mezelf. Mijn teleurstelling. Ik voel me zo teleurgesteld. Ik baal zo als een stekker. Ik voel, me, ik voel me zielig. Ik voel me echt zielig en verdrietig. Ik ben zo teleurgesteld. Ik had dit zo graag anders gezien. Ik had het zo anders verwacht. Ik voel me zo teleurgesteld. Ik voel me zo teleurgesteld. Ik wil niet teleurgesteld zijn. Ik wil het accepteren, maar ik ben wel teleurgesteld. Ik had het zo graag anders gezien. Ik had me hier zo op verheugd. Ik had me hier zo op verheugd. Ik mag teleurgesteld zijn. Ik sta mezelf toe om teleurgesteld te zijn. Ook al wil ik niet teleurgesteld zijn. Ik gun mezelf de toestemming om teleurgesteld te zijn. Ik mag teleurgesteld zijn. Ik had me er tenslotte enorm op verheugd. Maar ik hoef er niet in te blijven hangen. Ik hoef er niet in te blijven hangen. Ik mag mijn focus ook leggen op iets anders. Maar ik mag teleurgesteld zijn. Ik blijf er niet in hangen. Ik focus me op wat ik wel heb. Ik focus me op de mogelijkheden die er misschien zijn ontstaan. Doordat ik nu niet heb gekregen. Waar ik op had gehoopt. Welke ruimte biedt het me nu? Dat ik niet heb gekregen waar ik op had gehoopt. Er zijn zoveel mogelijkheden. Zoveel kansen. Zoveel leuke dingen. Misschien zie ik nu nog niet wat dat is. Maar ik focus op de mogelijkheden. Ik mag teleurstelling voelen. En tegelijkertijd mag ik me focussen op wat ik wil: op andere mogelijkheden. Ik boor mijn eigen creativiteit aan. Om nieuwe mogelijkheden in mijzelf te ontplooien. Dit biedt ruimte. Dit biedt ruimte. Ik voel steeds meer ruimte in mezelf. Alles mag er zijn. En ik focus me op wat ik wil. En ik focus me op al mijn mogelijkheden en de ruimte die dit biedt. Ik voel de ruimte. Ik voel de ruimte. En adem even in. En blaas uit. En voel hoe je je nu voelt. En ik ben eigenlijk vergeten aan je te vragen om een cijfer te geven uh, aan jouw gevoel van teleurstelling. Nou, dat uh, kan je alsnog nu doen. Hè? Als er nog teleurstelling is, geef het een cijfer. En als dat nog best hoog is, dan, doe je, dan speel je deze video overnieuw. Uh, of je gaat verder uh, met EFT in je eigen woorden. Maar normaal gesproken, dat weet je misschien ook hè, van tevoren, is het altijd handiger om even een meetpunt te hebben. Hoe erg jij iets ervaart ten opzichte van een cijfer. Zodat je na de sessie kan voelen of er een shift heeft plaatsgevonden. Want soms kan het zo subtiel zijn, maar is er wel, heeft er wel een shift plaatsgevonden. is altijd fijn om dat eventjes te weten. Dus ja, ik wens je... Uh, Heel veel plezier ook met het doen van EFT. Want dat is het enige waar ik altijd zeg: EFT werkt, maar het werkt alleen als je het doet. Fijne dag.